deze aflevering van De Groene Stage gaan we kijken naar Zakaria en Mohammed. En zij zijn als ras Amsterdammers op bezoek bij boer Ausoren in Kokkengen. We gaan eens even kijken waar ze uithangen. Zo. Kijk, hier kun je het goed zien. Hier de huid rondom, hè, die is dus weggebrand en dan kan het hoornetje niet meer groeien. En waarom moet dat de hoorns hebben? En als ze grote hoorns zouden hebben, dan zouden ze elkaar erg veel pijn doen. Hey jongens, Zakaria, vertel eens even, wat vind je van deze stage? Het is wel heel leuk om hier stage te lopen, want je leert heel veel en je ziet hoe de dieren leven en hoe de boer leeft. En had je dat verwacht dat het zo zou zijn? Nee, ik dacht je gaat gewoon naar de dieren kijken en ik verwacht niet zoveel, maar blijkbaar had ik verkeerd gedacht. Hey, en vertel eens, wat is het verschil tussen het platteland en de stad? In de stad is het heel druk en hier is het rustig en hier is het lekker fris. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu aan het werk. We gaan de grond losmaken zodat er lucht in komt. Zodat de beestjes harder werken om de grond vruchtbaar te maken. Ja, en terwijl de jongens aan het werk zijn, gaan wij eens even kijken naar de daders. Hè? Martin, vertel. Ben je een beetje tevreden over de groene stage? Ja, het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Ja, ik ben er zeer tevreden over. Want wat heeft jou aangezet om hier aan mee te doen? Nou, het lijntje stad-platteland, dat vinden wij heel belangrijk dat dat open blijft. He, dat leerlingen dus kennis kunnen nemen van wat er op het platteland gebeurt. Dat het niet iets van ver van mijn bed show is. En de stadsmensen zijn onze consumenten. En we vinden het heel belangrijk dat hun weten, dat zij weten waar hun voedsel vandaan komt. Hoe het geproduceerd wordt. Hey, Jeroen, als leraar, jij hebt besloten om aan groene stages te doen. Waarom was dat? Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de kinderen uit de stad, wat Martine inderdaad ook al zegt, om kennis te maken met verschillende delen ook uit die maatschappij. En ik denk dat het boerenleven, dat ze daar niet veel van af weten. Dus eigenlijk die maatschappelijke stage is een uitgelezen kans om die kinderen dat te laten zien. Ja, en wat zit er nog een vervolgtraject aan vast? Ja, de kinderen die hebben allemaal dus de dag op de boerderij meegemaakt. En die gaan nu presentaties geven aan de eerstejaars om ook weer die kennis over te dragen. Hey, en wat ga je nog doen in de toekomst? Ga je vaker stagiaires uitnodigen? Absoluut. Zolang ze voorradig zijn, blijven wij ze uitnodigen. Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen met deze stage. Dus ik zou zo zeggen, kleur je maatschappelijke stage groen! Uitstekend.